Ja, wat ik zei, het is wel grappig dat, ik, dat, dat eigenlijk dankzij mijn vriendin Charlotte dat ik, ik u een boek heb gezien en uh -huh. um, heb gekregen. Ja. En ik kreeg een boek in mijn handen, Niklas. Like, ik heb dat al tegen u gezegd: het empathisch te veel. En ze zegt altijd: je is altijd veel te empathisch met mensen. Leest hij een boek een keer? En ik dacht: oh, oh. en het, is eigenlijk, het brengt eigenlijk een pleidooi. Wat is empathie? En um, dus ik vond dat wel een keer tof om daar een keer een podcast over te doen, omdat ik ook wel denk dat er heel veel mensen zijn die er iets aan gaan hebben. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Hopelijk. Dat zou mij zeker plezier. Dus welke professor De Vis in deze podcast-episode? Um, ik zou zeggen, ik laat de eer aan u. Stel u zelf een, een keer voor. Dat vind ik altijd de moeilijkste vraag. Ja, ik raak goed. dan in, in verlegenheid. Van, uh, wanneer? Ik ga het simpel houden. Dus, mijn naam is Injaas De Vis. Ik ben filosoof. Uh, wat doe ik van beroep? Ik heb het geluk om van mijn hobby mijn beroep te hebben gemaakt. Dus, ik ben professor in de medische filosofie en ethiek. Dat is een Plastisch. hele mond vol. En daarnaast schrijf ik een kolom in de krantenstandaard, elke twee weken. En uh, tijdens de late uren schrijf ik ook boeken. <lacht> <lacht> voilà. Yes. Dat is echt dat van mijn... uw hobby, uw werk gemaakt hebben. Ja, uh, ja ik beschouw dat als een ongelooflijk voorrecht. Want toen ik filosofie ging studeren, was ongeveer iedereen in mijn omgeving daartegen gekant. Ah. Uh, met als voornaamste argument dat ik daar niet zou mee zijn... Dat dat nutloos is. Oh Mooi, echt zo. Uh, en dat je daar je boterham niet mee kan verdienen. Nu, dat laatste is inderdaad wel vaak zo, mm -hmm. dat er nu helemaal weinig plaatsen zijn waar je terecht kan, om strikt met filosofie yeah, te yeah, yeah, zijn. Yeah. Maar kijk, ik denk altijd: je moet je passie volgen en daarna zie je wel wat er mogelijk is en niet omgekeerd. Dus ik zie veel studenten rationele keuzes maken voor een studie die ze eigenlijk niet graag doen, die dan terechtkomen in een job die hen eigenlijk niet ligt. Ik denk niet dat dat goed dat is om te volgen. Nee. wel nee. Ik leg hen dat vaak voor, zoals ze op feedback komen: heb jij het gekozen, de studie of is het mama en papa of is het iets anders? Echt, mooi. En dan, dat is vaak een confronteerd gesprek, hmm? maar dat heeft al tot goede gesprekken geleid, omdat ze dan nog de tijd hebben om na te denken: wil ik dat eigenlijk echt wel? En wat ik dan vaak hoor, ja, zeg maar, wat zou je dan echt willen doen? En dan hoor je vaak: uh, fietsenmaker, uh, weet ik veel wat. Amai, okay. Ik denk, maar waarom doe je dat dan niet? Dat is tot inzicht komen van jou, ja? eigenlijk. Waarom, waarom op je 18 jaar al denken dat je iets moet gaan doen? Ja, studie, ja, even, ja. studie is de periode waarin je de luxe hebt om na te denken. Dus profiteer daarvan. Want daarna super. gaat het om andere dingen. Mark? Op. Je hebt minder verantwoordelijkheden, ik heb geen, je hebt geen kinderen nee, ah, heb nee, geen Nee, je verkeken. kunt experimenteren, ook in je hoofd. Je kunt je afvragen, ben ik daar nu voor of tegen? en die ontwikkeling van nee. ideeën, die rijpen. Uh, ik vind dat heel belangrijk en ik ben ook zelf heel blij dat ik eerst twintig jaar in de absolute lute heb gewerkt, ik heb nooit de bekendheid opgezocht. Okay. Het is omgekeerd gebeurd, ik ben daarin gerold, zonder dat ik daar uh, ook maar iets heb voor gedaan. Maar ik ben heel blij dat ik eerst twintig jaar uh, voor mezelf ideeën heb kunnen laten rijpen, want ik beeld mij in, stel dat ik, ik verzin maar iets, 22 jaar zou zijn, en ik zet al op Twitter van alles rond te bazuinen. En tien jaar later kijk ik daarnaar. Ah, weer. oei, ja, ja, ja. Dus niet dat mensen dat niet mogen doen. Nee, 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 tuurlijk maar. Maar ik denk soms dat het ook goed is om eerst even te zwijgen. En dan te gaan spreken. En met name bij het schrijven van een boek, bijvoorbeeld. heb ik al een aantal keren vastgesteld. In het begin heb ik een hypothese. En wanneer het boek af is, blijkt dat vaak iets anders. te zeggen. <laughs> Omdat om ik lees iets en denk van, ja, verdorie, ja, zo had ik het niet gezien. Maar mooi fantastisch. Dat is wel een superpower, vind ik altijd. Vind ik je gedachten kunnen veranderen. Dat is een ongelooflijke luxe om daarmee bezig te kunnen, mogen zijn. Nu al moet ik dat uitboxen in tijd, want ik heb daar Ja, geen... waarschijnlijk. Hè? Maar toch, doe dat zeer graag. En dat studeren, dus dat graven in de geschiedenis van bijvoorbeeld empathie. Waarom is dat nu zo'n belangrijk woord geworden? Als je dertig jaar terug gaat, vind je daar eigenlijk niet veel over. Mm -hmm. Dus dat is wel opvallend. Dus dan begint bij mij de interesse uh, los te komen. En dan ga ik in de geschiedenis graven. Uh, want empathie is een oud Grieks woord. Ja, ja, voilà. Je hebt ja. apatheia, empathie enzovoort. En toch gebruiken we dat eigenlijk tot voor een paar tientallen jaren nauwelijks. Dat is nog maar zo nieuw, als ik me voorstel. Ja, je, je hebt aan het einde van de 19e eeuw een paar filosofen in de stroming wat dan heet fenomenologie, okay. letterlijk fenomena, de dingen die aan ons verschijnen. Ja. Dus dat betekent wat is van belang om kennis op te doen? Dat is uh, uitgaan van mijn ervaring van hoe de wereld bij mij binnenkomt. Dat okay. nu heel kort samenvat, maar dat is wel mm -hmm. de dingen zoals aan mij verschijnen. Uh, en daar heb je er een aantal die dat woord gebruiken, want tot dan was er een ander woord in gebruik: sympathie. Dus er zijn heel veel verlichtingsfilosofen, uh, zeker in uh, Schotland. Je had de Schotse verlichtingsfilosofen, een hele stroming. Oké. Okay. En die uh, gingen uit dat de mens een soort van moreel zintuig had. En dat moreel zintuig werd geassocieerd met sympathie. Oké. Okay. Sympathie, sympathia, het samen beleven, doormaken van gevoelens, is eigenlijk min of meer, met een paar nuances uh, ertussen, min of meer wat wij vandaag onder empathie verstaan. Ah. Maar het woord zelf is eigenlijk pas via de humanistische psychologie, jaren vijftig, wat beginnen zo sudderen. En op een bepaald moment is dat bijna geëxplodeerd. Dus als je nu kijkt, de afgelopen twee decennia, wat ja? er aan empathie, aan artikels is geen ja, ja, ja. wetenschappelijk onderzoek, boeknes, enzovoort, en denkt van, maar huh? <laughs> Waar komt dat vandaan? En dus voor ons lijkt het nu alsof empathie... Een intrinsiek onderdeel uitmaakt van de wereld. En 40 jaar geleden sprak daar eigenlijk niemand over. En dan kun je dus allerlei vragen beginnen stellen. Zijn we nu empathischer dan vroeger? Zijn we het net minder? En hebben we dat woord uitgevonden of heropgerakeld om er iets mee te doen? Hebben we meer noten aan empathie dan vroeger? En zijn we er daarom. Enfin, je kunt alle kanten op. Dus dan is mijn interesse gewekt, want dat is, dat is een beetje de reden waarom ik aan filosofie doe. De dingen lijken simpel. Je hebt gewoon een woord, iedereen is daarvoor. Hoe kun je nu tegen empathie zijn of daar mm -hmm. kanttekeningen bij plaatsen. Maar als je een beetje begint te graven, denk je van oh, wacht een keer. Eén, wat is de betekenis? Het zijn er weet ik veel, hoeveel. Uh, tweede, is inderdaad, waar komt dat nu vandaan dat wij dat plots zo populair hebben gemaakt? Ja. Beetje zoals het woord empowerment. Ja, ja, ja. Zoiets van. Ja. modewoord, dat je denkt, goh, uh, uh, iedereen heeft in... er wel iets over te ja, zeggen. Plotseling. Het staat in elke beleidsnota enzovoort. Ja. Maar dus gaan een paar. Decennia terug in de tijd. En het is er niet. Ja. Dus die omslag interesseert mij altijd. Wat ligt daaraan te uh, grondslag? Uh, waar heeft dat mee te maken? Ja. In welke contexten gebruiken wij empathie? En hoe kunnen we daar nu ook onderzoek naar doen? Want dat is eigenlijk de, vind ik de moeilijkste vraag, dat is de filosofische vraag. Hoe moet ik iets? Wat, wat had ik er zeggen, hoe moet ik iets bevragen? Dus hoe moet ik iets benaderen? Wat is de manier? Waarop ik een fenomeen kan begrijpen, bijvoorbeeld empathie. Ja. Wat vaak gebeurt, is dat men dat associeert met de menselijke natuur. Okay. En dan voert men onderzoek naar de vraag: is de mens nu van nature goed of slecht? Mm. Ja, 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 ja. Hè? Ja. Zijn wij nu goed wezen uh, of zijn we slecht wezen met een laag vernis erover, alle precies. En, <laughs> en dan krijg je onderzoeken waarbij het in feite niet eens zo moeilijk is om aan te tonen, zowel Bewijzen voor we zijn goed van nature, ja. als voor het tegendeel. Want je kunt mensen in bepaalde situaties zetten waarbij ze tot ongelooflijk uh, altruïstische daden in staat zijn, maar je kunt ze evengoed, denk aan Milgram-experiment, waarbij mensen een voltage toedienden uh, in een experimentele setting en eigenlijk daar zover in gingen dat mensen, mocht het echt zijn geweest, ja. zouden zijn gestorven. Onmenselijke dingen doen zo. Voilà. Ja. Dus dan is de. Enfin, was mijn vraag, als je zowel het Ene als het andere kan bewijzen, wat hebben we dan eigenlijk aangetoond? Namelijk dat de mens misschien geen vaste natuur heeft. Okay. En dat het dus wel eens zou kunnen zijn dat, naar gelang de context waarin we ons begeven, wij tot andere handelingen in staat zijn. Zelfs al zijn mensen tot zeer goede dingen in staat, nee. zet ze in een heel andere context, dan gaan ze misschien op een heel andere manier reageren. Simpel voorbeeld, um, stel ik heb vandaag. Um, bijzonder goed gegeten, zeven hangen maaltijd, altijd, alles erop en eraan. En ik, heb, uh, ik ben naar de supermarkt geweest, twee uh, tasjes met, uh, met wat uh, eetwaren erin, en ik kom je aan tegen die honger heeft. Mm -hmm. Ja, dan moet je toch al een behoorlijke onmens zijn om niet te delen. Ja, dat is waar. Ik, ik bedoel, ik heb er geen last van, ik heb oh. meer dan genoeg. Mijn maag zit vol dat ik hier, voilà, dat ja. brood en die toespijs, allemaal voor jou. Mm -hmm. Maar zet mij in een kamer met honderd andere mensen, en die kamer is afgesloten. Stel we zijn overvallen door de terroristen en we zitten na vijf dagen uitgehongerd. Uh -huh. En na vijf dagen gooien ze vijf broden ergens in het midden van die zaal. Er gaat voor gevochten worden. Dus, dus dan is de vraag, gaan we dan zeggen after you sir? <laughs> dat zou wel eens spannender kunnen worden. Ik vrees ervoor. Dus oh, ja. dan lok je iets uit dat te maken heeft met een context. En die context is voor mij van groot belang. Ja. Dus uh, onze morele gevoelens zijn contextgevoelig en mensen zijn uh, niet aan één vaste natuur gebonden. Dus ik noem dat uh, of ik omschrijf dat uh, als de mens is een, een moreel ambivalent wezen. Dus een dubbelzinnig wezen. We zijn tot zeer goede dingen in staat en zeer slechte. Uh, we kunnen meeleven met een baby. Die, uh, enfin, die geneeslijk ziek is, maar een zeer duur medicijn nodig ja, heeft, ja. bijvoorbeeld melkomen, babypia bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld ja. Uh, 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 empathie, alom in heel Vlaanderen, uh, donatieactie, iedereen sms'en, op een paar dagen tijd een miljoen euro verzameld, fantastisch. En tegelijkertijd kun je uh, in een krant, ergens midden in de krant, een berichtje lezen, 700 vluchtelingen verdronken op de Middellandse Zee, en we zullen het er niet over hebben. En dat kunnen... Dat kan, dat kan even goed ik zijn, of jij, of iemand eh. anders. Dus diezelfde mensen zijn tot ongelooflijk empathische daden in staat. Ja. En tegelijkertijd tot een. Ja, toch, als je het van buitenaf bekijkt, een vrij... Ja, een koude vorm van ja, onverschilligheid. Ongelooflijk, ja. Uh, koudheid, uh, schouders ophalen en denken, ja, ja het zou wel erg zijn, zoals ja. we naar het nieuws kijken. Ja. Uh, we zitten massaal naar het journaal te kijken, god, het is wel erg, hè. Ja. Maar daarna doen we het, <laughs> we <laughs> Want dan is het, weet ik veel, uh, iedereen ja. beroemd en ja. een paar anderen, en dan moeten we ja. kunnen lachen. Ja. Mooi. Dus dat da is iets wat mij aan empathie het meest heeft uh, gefascineerd. Hoe komt het dat in bepaalde contexten het zeer goed tot z'n recht komt? Dat het ja. echt wordt uitgelokt? Ja, ja, ja. En uh, in andere contexten blijkbaar totaal niet. Stel dat die baby Pia, stel dat we zeggen, uh, het is geen baby, maar het is een 77-jarige uh, uh, rokende, zuipende man met overgewicht. Ja. Dan stel ik mij de vraag, en de vraag is retorisch, zouden we 1 miljoen euro ook Over hebben, zouden we allemaal massaal beginnen sms'en. Het zou waarschijnlijk lastiger worden. Ja. Want zijn goed doel is minder sexy. Ja, ja, ja. Is ouder. Minder aantrekkelijk. Minder ja, aantrekkelijk. Vanaf, ja. Een kind heeft een soort van onschuld over zich waar we vanzelf al, um, laten we zeggen, meer erbarmen ja. voor vertonen. Het is ook soms bestukken. een beetje van kijk een keer wat ik gedaan heb voor dat kindje, maar we gaan het niet rap uitpakken met kijk een keer wat ik heb gedaan voor die. nieuwe ja. man, alleen onder parenthese. Ja, zeker. En dat is een zeer interessante opmerking die je geeft, want dan is de tweede vraag. Enfin, onder welke omstandigheden wordt empathie uitgelokt? Okay, ja, ja. Maar heb ik er bij wijze van spreken zelf ook een winst bij? Ah, ja, zo. Voel ik mij beter door het feit dat ik iets goeds heb gedaan voor een ander? Ja. En dan kom je in de klassieke discussie: egoïsme versus altruïsme. Hmm. Doen we eigenlijk zelfs de dingen die we voor anderen doen, finaal niet ook een klein beetje voor onszelf? Of misschien zelfs een beetje meer dan we willen doen? <laughs> want want waarom, waarom helpen we die baby Pia? En dat heeft met specifieke factoren te maken. Het is één individu. We hebben er een duidelijk beeld van. Beeld, zeer belangrijk. Juist, ja. Ik weet zeker, mocht we geen foto's hebben gezien van BBP, mocht er geen verhaal in ja. de kranten, de media enzovoort hebben staan, ja. het zal nooit zoveel geld hebben verzameld als nu. Ja, 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 ja. Dus waarom zijn we minder empathisch met uh, andere baby's, die waarschijnlijk ook grote noden kunnen hebben? Want er zijn nog baby's met die zeldzame ziekte en dat medicijn is even duur. Maar die ouders hadden geen netwerk die in staat was om zo'n eenzame actie op te zetten. Dus dan is de vraag, uh, wat is er aan het gebeuren op het moment dat we zeer empathisch reageren op die ene baby? Ja. Vergeten we dan niet ook een stukje al de rest? En daar zit je met een potentieel. Wat mij betreft, nadeel: mensen horen dat niet graag, heeft empathie ook nadelen. Ik ja. ben niet tegen empathie, voor alle duidelijkheid. Ik vind het een fantastische ja. zaak dat we empathie hebben. Maar het heeft tekortkomingen en nadelen. Tekortkomingen en nadelen, oké. Okay. En die nadelen hebben te maken met het feit dat we heel sterk inzoomen. Op één iets. Okay. Poots leek het alleen nog al om BBP te gaan. Ja. Er was geen andere ellende ja. meer. Je tunnelvisie de van. Dat is. Voilà. Ja. En iedereen uh, betrokken is verder. Terwijl op dat eigenste moment er duizenden andere mensen zijn in België alleen al die eigenlijk potentieel het om het zo te zeggen evenveel verdienen om ja. aandacht te krijgen en mm. onsympathische betrokkenheid te ervaren mm. vertaald in glas ja. heldere euro's. Ja, ja. Uh, maar die krijgen ze niet omdat ze niet in beeld zijn geweest. Dus we zoomen in. En we vergeten even de rest. Ja. Nu, dat inzoomen, um, dat is tegelijkertijd een sterkte en een zwakte van empathie. Het heeft een voordeel, namelijk waarom bijvoorbeeld zijn we. Uh, of waarom is dat zo belangrijk? Ik zal het zo formuleren. Ja, ja. Omdat dat ook maakt, bijvoorbeeld, dat we beter voor onze eigen kinderen zorgen dan voor anderen. Ja, 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 okay. ja. Want stel dat we iedereen op een gelijke uh, manier zouden behandelen dan zou dat lastig zijn voor mijn kinderen. Juist, Want dan ja. zal dat bijvoorbeeld betekenen, er is een, een aardbeving in Haiti en mijn kind heeft honger, en dan ga ik tegen mijn kind zeggen, sorry schatje, maar de aardbeving is veel erger, uh, papa is terug binnen drie weken, ik ga ja, eerst de mensen daar... daar helpen. Okay. Stel dat ik dat publiek zou maken, ik word gelinched. Want ja. ik zou dus de slechtste vader van West-Europa ja. worden genoemd. Ja. En ergens te begrijpen. Dus die, die verdomde slogan waar die ene partij mee groot is geworden, omdat ze de slogan heeft geperverteerd, uh -huh. werkt helaas of... Ik weet niet hoe ik het best formuleer, maar het werkt wel in de zin van eigen volk. Eerst, ja. letterlijk. Ik ja, zorg is eerst. Heel tastbaar, hè? Heel tastbaar. Dus ik zorg, beeld u in, er zijn twee kinderen die verdrinken: jouw kind en een ander, zijn mm -hmm. vriendje. En je moet kiezen. Mm -hmm. Ga je eerst dat vriendje van jouw kind redden? Je wil dat dilemma niet hebben. Ja, hè? nee, nee. Je wil het niet. Maar. Ja, filosofen stellen die lastige dilemma's. Het is geen juiste keuze, het is, ja. is alleen maar een hopeloos foute keuze. En toch hebben de meeste ouders de reflex om eerst voor hun kinderen te zorgen. Verstaanbaar. Ook al willen ze totaal niet dat een ander kind leed wordt brokend, mm. maar het is een verstaanbare keuze inderdaad, omdat er een heel sterke nabijheid is. Nu, we kunnen natuurlijk zeggen, goed, we proberen empathie ruimer te maken dan alleen maar onze nabije omgeving. Mm. Want het is wel van belang om te weten, als je het evolutionair bekijkt. Is empathie een heel belangrijk instrument geweest om te overleven? Als kleine entiteit, familie, kleine gemeenschap. En empathie werkt ook het best met die mensen die we goed kennen, die ons dus zeer okay. nabij zijn. Zaken die we herkennen, letterlijk, tastbaar, uh, fysiek, zeer nabij. Maar de wereld is natuurlijk, in vergelijking met de jagers, verzamelaars enzovoort, gigantisch veel groter geworden. Dus empathie is potentieel globaal uitbreidbaar. Dat betekent. In een wereld zoals onze kunnen wij elke seconde van de dag geconfronteerd worden met leed, waar we ons eigenlijk betrokken op weten. Dus die ja. nabijheid, zowel uh, uh, fysiek als emotioneel, kan uitgebreid worden. Ik kan meeleven met uh, een walvis die aan het verdrinken is voor de kust van een of andere oceaan. Ja. Ik kan meeleven met mensen in erbarmelijke omstandigheden. in een land met uh, droogte en hongersnood. Het is een beetje eindeloos, natuurlijk. Het is dus eindeloos. Letterlijk eindeloos. Dus uh, het bereikt ons heel snel. Het internet toont ons alles. Ja, 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 ja. Uh, uh, en dat betekent dat ons moreel systeem, met name empathie. Mm -hmm. veel meer onder druk komt te staan dan vroeger. Omdat je dus letterlijk die morele glo globalisering hebt. Ja. En dat maakt. Dat heel veel mensen voor zichzelf uh, in de problemen komen. Mm -hmm. Heel veel uh, mensen die, die met name zeer empathisch ingesteld zijn, die raken uh, in de problemen omdat ze niet meer wezen, weten liever wat gekozen ah, is Want super. als je met alles en iedereen meeleeft, ja, ja. wat een zeer goede eigenschap is, ja. doe liever, veel liever dat dan te zeggen. Ja, natuurlijk dan om een keer. I dan ja. kennen ze verder. Ja. Maar op een bepaald moment zul je toch keuzes moeten maken. Ja, maar je kunt Want... ook niet constant empathisch zijn. Dat nee, ik. het heeft zijn grenzen, letterlijk. Ja. Uh, ik geef vaak het volgende voorbeeld om dat een beetje aan jezelf voor te stellen. Hè. Uh, stel, een moeder van een vriend van jou komt te overlijden. Uh -huh. Jij gaat in normale omstandigheden mee naar de begrafenis, je leeft mee, je voelt ook verdriet, je hebt die vrouw een stukje gekend enzovoort. Oké, okay, dat kunnen we ons allemaal voorstellen. Zeer empathisch. Stel, een moeder van een vriend van die vriend komt te overlijden. Ik ken die vrouw niet rechtstreeks, maar ik ken die vriend van mijn vriend en ik voel me toch een beetje betrokken. Ja. Dus als ik vrij ben, ga ik misschien ook naar de begraafde zijn. Ja. Maar, hè, moeder van een vriend, van een vriend, van een vriend, enzovoort. Ja. Op een bepaald moment ga ik zeggen, zeer spijtig, maar ik ben geen professioneel huilmeisje. Ik ga niet overal en alles gaan meeleven. Nee, tuurlijk. Want dat gaat niet. Ik heb andere dingen te doen. Uh, en ik... En ik ken die persoon ook. Ja, dus er zijn grenzen. En die grenzen zijn op zich logisch. Dus het is niet moreel fout om het zo te zeggen: dat je niet met alles en iedereen kan meeleven. Je kunt niet anders. Ja. Dus het is denk ik veel beter om die grenzen te erkennen. Om ja. erkennen, te erkennen dat ze er zijn. dan te doen alsof jij ten individuele titel. Inderdaad, met alles en iedereen zou meeleven en dat wanneer iemand dat niet zou doen, dat dat dan een slecht persoon zou zijn. Vooral ah, zo. de tweede, tweede. Vooral dat tweede. Want dat is ook wat vaak gebeurt, met name op sociale media. Sociale media dienen er eigenlijk voor om ons ofwel te verontwaardigen over iets, wat volgens ons fout loopt, ofwel om ons te verontwaardigen over het feit dat anderen zich niet verontwaardigen over het feit dat er iets fout is. <laughs> Hopelijk ben ik niet uh, cryptisch, maar dat is het. We verwijten anderen dat ze iets al dan niet hebben gedaan. Ofwel hebben ze iets gedaan wat we verkeerd vinden, ja. ofwel hebben ze iets niet gedaan en we vinden dat verkeerd. Dat ze niets gedaan hebben. En dan in de tweede graad, als anderen daar geen commentaar op geven, vragen we dan: ja, maar waarom verontwaardig jij je daar nu niet over? Want dat is toch erg? Hè? Ja. En zo oh, houden we ons de hele dag bezig. Zo vulde eigenlijk iemand anders zijn moreel kompas in of zijn empathie? Ja, en dat gebeurt de hele tijd. En dat is interessant en tegelijkertijd. ...ook een beetje angstwekkend, ah, denk ik. Ja, enorm. Want dan gaan we voortdurend elkaar met de vinger wijzen... ...in naam van ja, een aantal morele waarden die we dan toch willen hooghouden. Maar zij die dat vingerwijzen doen, hm? doen het dan toch eigenlijk ook uit zelfbaat... ...om, om, om er een goed gevoel bij te krijgen? Ik weet het niet. Absoluut. Ja. En het is ook een, um, een situatie waarbij je, jij als degene die de ander iets verwijt... Mm -hmm. Uh, dat is een, moreel gesproken, gigantisch comfortabele situatie. Want je kijkt letterlijk naar een beeld waarin de ander aan het sukkelen is, verkeerde yeah. keuzes heeft gemaakt, ambivalent gedrag heeft vertoond enzovoort. Dus je voelt verder. je moreel superieur. Hoor. En je voelt je moreel superieur, want je denkt bij jezelf, maar ik ah, zou dat nooit doen. Ah, ja, ja, ja. Ik zou dat zeker beter doen. Klassiek voorbeeld, alles wordt gefilmd. Uh, dus, een man ligt bloedend op een bank. Het was twee jaar geleden, denk ik, in Kortrijk. Mensen lopen daar in een wijde boog omheen. Dat staat op film. En die man is helaas overleden. Uh -huh. We hebben al dikwijls van die beelden gezien. Uh -huh. Iemand ligt in de metro en je ja. ziet het, die bloed, ja. maar niemand, niemand reageert. Uh, wat er dan ook meespeelt, angst van alles, het uh -huh. is moeilijk om te weten, want we kennen ze niet. Maar degene die dat ziet, en dat is dan vrij massaal, toch, kijk eens aan. Wat een onmenselijk schande. Ja. schande. Dus we veroordelen die mensen. En dat is interessant, dat blijkbaar altijd de mensen met een moreel hoogstaand gevoel achter het scherm zitten. En degene met een blijkbaar een moreel defect systeem in de realiteit aan het rondwandelen zijn. Al zeer toevallig. Zeer toevallig. Ja, oké. Okay. Ik vind dat een heel interessant gegeven, omdat je daar de positie vastneemt zoals ze is. Het is veel gemakkelijker om te denken dat jij het niet zou doen. Maar je zit in een positie waarin je niet kan verkeerd doen, want je hoeft niets te doen. Je hoeft alleen te lachen met een ander. Of je te verantwoordigen over een ander. En dus is de vraag, en er is een, een wereldwijd bekende bioethicus, Peter Singer, Australiër, die dat al een aantal keren heeft uitgetest in een lezing met een vergelijkbare scène, een kindje op een Chinese markt dat werd overreden door een bestelbus. Mm -hmm. Net dezelfde, mensen gaan er niet naartoe. En een oud vrouwtje, ik geef het boek ook, een voorbeeld liever ook in mijn boek, een oud vrouwtje helpt het, maar te laat, dus het kind komt ook te overlijden. En hij, hij uh, geeft daar dus een lezing over. Mm -hmm. En hij vraagt aan zijn publiek, wie zou dat kind helpen? En iedereen, ongeveer iedereen, steekt de hand op. En dan confronteerde hij zijn publiek daarmee, hoe komt dat nu dat... Deze zaal gevuld is met 100% hoogstaande mensen, maar in de realiteit, ja. voilà. En dat vond ik een heel interessante om mijn punt van die morele ambivalentie Zeker. duidelijk te maken. Namelijk, natuurlijk weet ik als ik daar omheen loop dat ik dat beter niet doe. Mm -hmm. Maar er kunnen allerlei motieven daartussen zitten. Het kan inderdaad zijn, ik heb angst, want wie weet is de setup, en ja, ja. word ik hier straks overvallen. Ik beeld me iets in. Uh, je denkt van, goh, die ander zal dat wel helpen. Dat heet het omstanderseffect. effect Ja, ja. Uh, dus als het. Is het niet effect, aan mij. Ja. is niet aan mij. Uh, 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 ik moet door, trouwens, uh, uh, met een Bakker. Uh, ik gaat dat wel doen. moet uh. een podcast gaan opnemen. <laughs> uh, uh, <laughs> <laughs> Oei, ik oh, kan dat nu niet. Uh, <laughs> nee. uh, dus daar zitten allerlei motieven in, die uh, wat wij op moreel vlak doen. In een soort van weerschap leggen met andere zaken. Zoals geen tijd, zoals andere meer belangrijke dingen te doen, enzovoort, enzovoort. En niet dat ik dat allemaal goedkeur, mm -hmm. maar ik probeer daar mensen te laten over nadenken. Inderdaad, klopt het wel dat jij dat helemaal anders zou doen? Ja, ja, ja. Want stel dat jij inderdaad in die situatie zou zitten. Uh, hoe komt het dan dat jij als enige, in vergelijking met die vijftig of honderd anderen, dat plots dat veel beter zou doen. doen? Ja, 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 ja. Amai. Dus, je kunt heel veel voorbeelden bedenken die te maken hebben met uh, morele ambivalentie. Soms doen we goed, soms niet. Uh, en ik kan dat ook wel van mezelf ook, eerlijk toegeven. Soms heb ik inderdaad al gedacht: verdomme, ik had moeten stilstaan en die persoon helpen. Ja. Maar ik heb, zoals anderen ook wel eens hebben gedaan, gedacht: Oké, okay, daar staat al iemand bij, het zal wel goed zijn, ik ben weg. En daarna knaagt het schuldbewustzijn, enzovoort. Andere keren. Heb je dat wel de moeite gedaan? Je krijgt ook de erkenning daarvoor. En je, je voelt je dan ook beter. Enfin, ik dan toch dat ik iets goeds heb ja, gedaan. Ja, het Gewoon bij het. beter als ik iets goed doe dan slecht. Ja. <laughs> je ja. kunt ook een andere ja. gewetensconstructie hebben, maar ja, dat is de ja, mijne. Ja. Uh, dus daar zit ook een morele winst in. En dat is goed, namelijk dat ik bij wijze van spreken beloond word. Zelf beloond wordt als ik iets goed heb gedaan. Ja. Dat is een ja, handige ja, ja, ja. constructie ja. Hè, voor de samenleving, want ja, ja. we hebben dat een beetje nodig. Dus is dan mijn, mijn, enfin, een van mijn talloze vragen aan empathie. Hè. Hoe kunnen we dat nu het best gebruiken? Want empathie wordt vaak vandaag, dan toch, naar voren geschoven. alsof het het, het enige mogelijke uh, en alleenzaligmakende middel is om alle sociale problemen op te lossen. Hmm. Uh, okay. uh, het, uh, je, je moet er maar een paar auteurs op nalezen. Het zou uh, van, van, van de kleine alledaagse dingen tot de milieuproblemen, klimaat enzovoort, mochten we maar empathischer zijn met het universum, okay. enzovoort. Dan denk ik, ho, wacht eens even, is empathie nog het enige dat wij overhouden of zo? Er zijn nog andere mechanismen, solidariteit, rechtvaardigheid, noem maar op, je kunt een hele lijst ja. maken. Um, Empathie heeft, zoals ik zei, ook een aantal grenzen. Dus we zullen niet 24 uur op 24 empathisch kunnen zijn. Hoe gaan we dan die keuzes maken? Uh, en wat dan met degene die buiten mijn blikveld vallen? Ja. Want ik vind het logisch dat als ik baby Pia zie, ik denk, oh god, één euro hier, ja. voilà, ook mis. En dan denk ik niet aan die, weet ik veel, 250 andere baby's die dat eigenlijk ook zouden nodig hebben. Dus dan denk ik, als samenleving is het van belang en nu komt er een woordje dat mensen niet graag horen, oh. dat wij ook systemen hebben die niet gebaseerd zijn op die persoonlijke betrokkenheid tussen de gever en de ontvanger. Tussen degene die iets nodig heeft en de ander die iets geeft. Ja. En je kunt daar het woord voor gebruiken onpersoonlijk, of, wat ik heb gedaan, onverschilligheid. Maar met de nuance erbij, ik heb dat genoemd werkbare onverschilligheid. Werkbare onverschilligheid. Werkbare onverschilligheid. Oké. Okay. Wat bedoel ik daarmee? Uh, onwerkbare onverschilligheid, dat is de apathie. Ja. Dat is eigenlijk zeggen, kan me allemaal niet schelen niet uh, uh, of ik nu geld geef of niet aan die mensen in Afrika, uh, uh, de, de honger... Maakt toch niet uh, uit. Ja, ja. Voilà, maakt niet uit, dus ja. ik zal dan maar niks geven. Ja. Hè? Dat is de gemakzucht. Mm. Uh, wat ik bedoel met werkbare onverschilligheid, is te beseffen dat ons aller-individuele morele systeem uh, niet grenzeloos is. Dus dat heeft grenzen. Dus we kunnen niet... Met alles en iedereen meeleven. Maar het is van belang dat ondertussen, als we onszelf samenleving willen noemen. dat met al die mensen die ik niet persoonlijk ken. er toch een vorm van zorgbetrokkenheid kan zijn. Ja. En als je nu eens kijkt naar bijvoorbeeld de sociale zekerheid, hoe dat werkt. Ja, ja. die sociale zekerheid werkt niet op basis van empathie. die werkt op basis van solidariteit. zou maar erg zijn anders. Want stel je inderdaad eens dus voor. Dat er nu ongeveer een man een, een zijn been breekt in luik. Uh, en nu moet dat ziekenhuis of die man zelf het luik mij opbellen. Van ja, het is, heb ik gezien, een stuk van jouw wedden dat er nu ja, vanaf ja, gaat. Ja. Voor mijn been is het goed dat we dat daarvoor gebruiken. Werk. En dan zou ik, ik denken: goh, pff, fractuur aan een been. Erg genoeg. Wat ben je zo af? Vind niet zo sexy? Uh, <laughs> heb je niets aan je lever? Uh, ik ben aan het zwansen. Nee, maar, nee, maar Ik versta het, ik verstaat Gelukkig moeten wij niet voortdurend. Uh, die zorg gaan verdienen. Want ja. dat is het geniaal aan ons systeem. Er gaat iets vanzelf van mij weg af. Mocht je aan elke bel vragen, elke maand opnieuw. wil je dan die 600 euro afstaan? Dan, mm, dat zou pijnlijk zijn. Ja. Dus we doen dat vanzelf en dat is denk ik heel belangrijk. Ja, ja, ja. Maar dat betekent ook dat degene die het ontvangt. Niet in de, in, de, in de onderdanige positie wordt geplaatst yes. om te zeggen: mag ik alstublieft ja. uw geld? We vragen het niet. Uh, nee, we vragen het niet en dat is zeer goed. Want als je dat niet doet, dan dreig je in dat soort van, wat ik dan noem, charity model, liefde model te zitten, ja. waarbij je eigenlijk je basiszorg moet verdienen. Wel, daar ben ik een beetje bang van. Als we empathie. Zouden gebruiken als het enige middel. Mm -hmm. Want ik heb daar ook politieke stemmen horen voor pleiten: van het wordt toch tijd dat we die abstracte solidariteit ongedaan maken. Dat is niet meer van deze tijd. Mm -hmm. Want uh, uh, letterlijk stond erbij: ja, die vijf mensen in Charleroi die ik niet ken. Dat ik dacht: uh, maar moet ik die kennen? Ja, nee. Nee. En gelukkig ken ik die niet. En moeten zij mij niet kennen om dat draaiende te houden. Oh, dat is geen vereiste aan het systeem. Nee. Mm. En dat vind ik nu net het. Uh, ...het belang aan wat ik dan inderdaad noem... ...die werkbare onverschilligheid... ...namelijk om het voor onszelf werkbaar te houden... ...dat we niet de hele tijd door... ...elke seconde van de dag... ...morele keuzes moeten gaan maken... ...verdient die man in Luikend... Ja, ...verdient die vrouw in Charlevoix... ...verdient die bejaarde in, weet ik veel... ...zevenkotige, enzovoort... ...dat moeten we niet doen... ...dat zou ook het onmogelijk maken... ...en dan denk ik, als we empathie overhouden... ...voor datgene waar het toe dient... ...namelijk die zaken waar we ons sterk op betrokken weten... Ja? Bovenop de systemen die er bestaan, dan heb je een enorme winst in de samenleving. Mm. Maar als je het ter vervanging gaat gebruiken, dan moet dus degene die geen inkomen heeft komen smeken bij degene met te veel geld. Zo. En dan kom je in dat systeem, wat je meer in de Verenigde Staten ziet ja. dan hier. Dat is die, die gedachte van naasteliefde, maar waar je eerst, weet ik veel, in een kerkgemeenschap moet insluiten. En pas dan, ja. dan denk ik, mm, daar ben ik bang van. Maar dat zijn dan wel. Onpersoonlijke, onverschillige systemen. Ja, 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 ja. Die letterlijk niet gebaseerd zijn op het feit dat mensen elkaar kennen. Nee, ja, voilà, ja. En dat vind ik een, een heel belangrijk verdeelmechanisme. Omdat als je bijvoorbeeld moet nadenken over, uh, we hebben uh, 100 mensen die een nieuwe lever nodig hebben en we hebben maar vijf donoren. Ja. Want vaak is dat het onevenwicht. Ja, ja. Hè? Dan moet je gaan nadenken wie eerst. Hè? Wie verdient het mee. Wie, dat is al een interessante ja. vraag. Is dat de vraag die we er mogen aan stellen? Ja. Maar zeer goed. En dan is de vraag: hebben we daar criteria voor? Zoals leeftijd, leeftijdsverwachting. Je uh, uh, kunt er van alles in stoppen. Ja. Uh, Gedrag inderdaad enzovoort. Maar die keuzes die worden dus niet gemaakt op basis van empathie. Want Stel je eens voor dat die behandelende arts die 100 mensen nou allemaal moet zien. En die komen zijn bureau binnen. En ik denk, je, ja, natuurlijk verdien jij een nieuw leven. De volgende, alstublieft. Ja, ja, jij verdient. Ja, ja. En zo kun je bezig blijven. En als je dat niet doet, ja, dan kom je bijna in een soort van pervers systeem terecht, waarbij je afvraagt: verdient de ene dat meer ja, ja. dan de ander? En dat is niet het type samenleving waar ik voor kies en waar ik een beetje bang voor ben, mochten we de empathie mordicus gaan doordrukken mm -hmm. op alle systemen, dan dreig je inderdaad in een soort van verdienmodel te komen, waarbij de ontvanger. Eerst een, iets moet doen ja. om dan de zorg te krijgen. Een ja. En onze sociale zekerheid is letterlijk onvoorwaardelijk. Ja. Dus daar staat niet ja. in, als je fouten hebt gemaakt in je leven, verdien nee. je dat niet nee. meer. Dus in het ziekenhuis komen we niet binnen en zeggen: ja, ja, en dan komt dat nu, die fractie? Het ah, ja, is nee, je eigen nee, je schuld, dat, ja. maar weg. Nee. Dus als we daarvoor zouden kiezen, dan, dan zitten we in een heel ander systeem. Ja. Mag ik daaruit verstaan dat in principe uh, empathie geen beslissingmaker mag zijn? Toch niet de enige. Toch niet de nee. enige. Oké, okay, perfect. Dank u. Omdat het ook vaak iets is dat vrij spontaan opkomt. Vaak is er iets in mij dat al heeft gekozen ja. om empathisch te zijn, en pas daarna kan ik dat gaan rationaliseren. Als ik dat kind in beeld zie, ga ik niet, denk ik, eerst een rationele calculus maken. Goh, zou ik nu dat kind... Nee, het, het beeld roept mij op. Ja. Zoals Emmanuel Levinas, de filosoof, ook zei, het gelaat roept mij op. Vandaar ook dat dat beeld zo belangrijk ja. is. ja. Uh... Maar dan blijft de vraag: wat doen we met het gelaat dat ik niet zie? En dat dus uit mijn vizier, letterlijk uit mijn vizier komt. Daar moet ook iets voor gebeuren wanneer er noden zijn. En dan denk ik dat empathie niet het enige middel mag zijn om dat te gaan doen. Dan hebben we andere zaken nodig, andere mechanismen, solidariteit, rechtvaardigheid, noem maar verder op. Die dat mee gaan organiseren. En dan hebben we empathie over voor al die zaken die daar nog bij komen. Voor inderdaad de zorg in mijn buurt, familieleden, vrienden, kennissen, kennissen van kennissen enzovoort. Ja. En onze goede doelen waar we, waar we onze tijd in stoppen. Maar je kunt niet met alle goede doelen even sterk meegaan. Nee, ja, tuurlijk. Uh, ook al ook als zou je dat willen, maar ook daar zal een grens aan zijn. Want op een bepaald moment, stel dat je nog zo vrijgevig bent, je hebt al je geld weggegeven. Mm -hmm. Dan houdt het dus ook op. Ja, ook juist. Dus er, er is altijd een overtaal aan goede doelen. Ja. In vergelijking met wat ik er kan voor doen. En als je die goede doelenmarkt gaat overbevolken. Mm -hmm. Doordat je zegt, we bouwen onze zorgsystemen af. Tijd voor meer persoonlijke betrokkenheid, empathie. Dan ga je die goede doelenmarkt overbevolken. Mm -hmm. En dan moeten die op een steeds agressievere manier naar onze aandacht beginnen hengelen. Dus ze concurreren ook op een marier. Ze concurreren met elkaar. En je hebt al een paar keer gezien. Dat, dat men dan zeer nadrukkelijk op ons schuldgevoel probeert in te praten. Zie ik bij. op tv. Kijk, dit kind, als jij nu niet geeft, gaat ja, dit kind sterven. My, yeah. Ja, ja, letterlijk, dus letterlijk, letterlijk. zo. Dus dan denk ik: wat is de volgende stap? Dat ze met dat kind aan mijn deur komen aanbellen. En wat krijg je dan? En dat is mijn grote schrik, vandaar dat ik zeg: empathie is belangrijk, maar het heeft grenzen. Ja. Als je over die grenzen gaat en mensen voortdurend een schuldbewustzijn aanpraat, mm -hmm. dan krijg je op de duur apathie als de slechte onverschilligheid. Want dan reacties. denk je inderdaad van, ja. ze zijn daar weer, ik draai mij om en ik doe verder. Dat kan niet meer, en dat wil ik dus vermijden. Ja. Dat is dat mensen wel degelijk nog betrokken kunnen zijn, maar dan mag je dat morele, uh, individuele morele systeem niet gaan overbelasten. Als je dat wel doet, gaan mensen er letterlijk aan bezwijken. Je hebt ook veel mensen die echt daarmee in conflict raken en er, en er geen helderheid meer in zien. Het uitputtend op die manier. Het is zeer uitputtend. Ah, mooi. Omdat net... Die hele wereld op ons afkomt. Dat is ook interessant. Maar dat is niet alleen historisch gesproken zeer nieuw. Maar dat is ook niet te doen om dat allemaal ten individuele titel op jou te gaan nemen. Honderd jaar geleden was er uh, waarschijnlijk veel meer ellende dan nu. Hmm. Alleen wisten we het niet. Of we wisten het als het voorbij was. Een ja. half jaar later ja. wisten we dan dat er ergens in Bangladesh een overstroming ja. was geweest. Maar dan is er geen gevoel van. Had ik maar dat? Nee, want het, is... het was voorbij. Dus we moesten minder kiezen. Amai. Vandaag. Kunnen we meer kiezen? Dat, dat maakt dat we zelf, uh, gekoppeld aan de waarden die we hebben, onze goede doelen kunnen uitkiezen. Mm. Maar het is veel moeilijker om aan de keuze te ontsnappen. En dat is dus oh. een, een grotere belasting van je moreel systeem. Yeah. En het is niet vanzelfsprekend om daarmee om te gaan. En uh, ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan. Dat we ons moreel systeem uh, zo goed mogelijk uitbouwen. Mm. Maar dat we echt beseffen dat daar grenzen aan zijn. En dat we dus ook een stuk voor onszelf moeten kunnen op... Komen, om er voor anderen ook te zijn. Het heeft geen enkele zin om jezelf kapot te maken, nee. want dan ben je er zelf helemaal niet meer aan. Nee, je dus bent... niet meer blijven geven. Hè? Nee, als je, of als je in een soort van morele burn-out zit door met alles en iedereen te gaan meeleven, ja, ja dan, dan val je zelf weg en hebben die anderen er ook niks morele meer. Morele burn-out, dat heb ik nog me... nooit goed. Ja? Ik een... heb dat in mijn boek gebruikt. It makes sense. Maar... Omdat om dat inderdaad wel een van de spanningsvelden is van Verstaan we, dat je nu niet meer kunt geven. Allee, echt, ja? van het ja? maakt mij niet meer uit, want ja. ben op. het lukt niet meer. Maar als je dan over die grens bent, dat is eigenlijk mijn bedoeling om ons daarover te laten nadenken en die grens te vermijden. Ja. Niet dat ja. door mijn boek de wereld gaat veranderen, verre van. Ik kan maar, maar ik vind het wel van belang dat we over empathie goed nadenken. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling van mijn boek geweest. Ja, fantastisch. Ik, dus, uh, <laughs> ja. ik, ik dacht dat ik wist wat dat empathie was. Nu weet ik het ietsje beter, maar ik heb altijd de indruk dat, ik het, ja, dat er nog meer over nagedacht wordt. Ja, het, het kan alleen maar meer vragen oproepen en meer gesprekken openen. Ja. Ook voor de mensen die kijken en luisteren, om een keer onder elkaar te bouwen wat empathie betekent in functie van dit gesprek. Mm. Omdat we inderdaad, wij zeggen in vorige podcasts ook heel vaak: van, van, probeer in de eerste instantie ook voor uzelf te zorgen als het gaat over mentale gezondheid. Want als het ja. bij u op is, gaat het ook niet kunnen ja. blijven. Geven. Nee, exact. En dat hoor ik ook een beetje in dit verhaal. Dus. Ja, absoluut. Super, ja. echt, Max. We heb hem weer hard bijgeleerd. <laughs> <laughs> maar en plus, ik apprecieer het enorm, um, want hey, zo, zoals dat al gezegd is geweest, je, je schrijft boeken en uh, mm -hmm. ik had uh, gezien dat er ook de Zijn er nog vragen boek was. Dus je, je zet het ja. ook open tegenover jongeren en echt jonge, jonge, jongeren om een keer ja. filosofisch over dingen na te denken. Ja. Um, ik vind het fantastisch om te horen hoe zo gewichtige, onder parenthese, dingen mm. brengt... ...die mm. zeer goed binnenkomen. Mm. Dus... dus okay. ik, uh, het is nee, zeker niet verkeerd bedoeld naar, naar filosofie in het algemeen. Nee, nee, maar... Maar dat kan soms een beetje mensen afschrikken. Zeker. Als ik het zo mag zeggen. Ja hoor. Ja, ja. ja het is echt niet verkeerd bedoeld. Nee, nee, maar nee, ik vind nee. wel... Ik, ja. ik steek mijn hand voor in het vuur dat mensen ja. die dit nu horen of zien... Mm. ...door de manier dat het brengt... Ja. ...wel ook een keer meer gaan openstaan om zo van... ...ah, maar dan wil ik wel nog meer weten. En wat al juist goed is, hè. Dat is toch fantastisch. Nee. Complexe topics helder kunnen uitleggen als filosoof. Ja, dat is kunst, dat is mooi. Als je dat een beetje in iedereen beroemd ook doet, dat vind ik altijd tof. Mm. Zo complexe nee. vragen helder kunnen uitleggen. En dan denk ik iedere keer: van, damn, ja. <laughs> waarom kunnen wij dat niet? <laughs> dat is wel vermoeiend, maar ik zogeven. Dat is intens. Dat, dat geloof ik, dat geloof ik zeer zeker. Maar ik doe dat wel zeer graag. Omdat voor mij is filosofie letterlijk de ruimte van het denken openen. Luid op nadenken met mensen ja. over dingen waar we het eigenlijk niet doorheen raken. Ja. Of die zaken waar we te snel overheen zijn gegaan, zoals empathie, daar een vraagteken bij te plaatsen. Zijn, zijn we daar wel zeker van? Niet voor gegeven wel... nemen van. Ja. Ja. ja, en kijk eens wat de consequenties zouden kunnen zijn. Is dat wat we willen? Dus ik denk niet dat ik ooit iets opdring aan iemand, maar ik wil wel proberen mensen aan het denken te krijgen. En dat vind ik dus... van belang. Daarom dat ik ook zeer graag met veel mensen in contact kom. Ik zou mij ook in mijn kamer kunnen opsluiten en alleen voor mijn vakgenoten ja. schrijven. Ik doe dat ook. Ja. Maar ik ben zeer graag bezig met, met filosofie voor een breed publiek. Wat eigenlijk per definitie filosofie moet zijn, volgens mij. Ik geloof dat, dat den, dit de beste vorm is dat je het zo kunt doen. Mm. Want dit zet aan voor mensen te zeggen: van... Weet je, ik ga een keer grijpen naar een filosofisch boek. Die dan misschien nog niet zo begon. Het is, voor, ja. het is, bon, het is ja? voor mij ook zo. wel, ja, voilà. Ja, ja, ja. Je pakt een boek en je begint verder ja. te kijken. Ja. En... Ja. Omdat inderdaad vaak je denkt: goh, filosofie, ga ik daar doorheen raken. En ja. die vaktermen. Wat ook vaak het geval is, dus ik probeer dat te vermijden. En toch de nuance te behouden. Want ik vind dat ook een misvatting, alsof het brede publiek niet in staat zal zijn om een zeer complexe redenering te volgen. Ja. Tuurlijk wel. Iedereen heeft vraagstukken voor zichzelf. Ja, tuurlijk. Maar mijn vaktaal moet ik natuurlijk weglaten. Dus als ik twee informatici bezig hoor, kan ik ook niet volgen. Als ik twee genetici hoor spreken, denk ik, wacht, ik heb geen halve zin begrepen. Dus ja, als je nee, twee ja. filosofen onder elkaar laat spreken, gaan ze ook... Ja, gaat de rest te mist in. Maar als je wil met mensen in contact komen en spreken. Samen nadenken. Ja, dan moet je proberen die vakte al aan de kant te schuiven. En dat is ook voor jezelf, vind ik, zeer interessant. Wat hou je dan eigenlijk nog over? Want het klinkt zeer geleerd, Ik had hier duizend namen kunnen droppen, en dan hou je dat allemaal gelezen. Maar doe dat eens weg en denk zelf eens na. Wat hou je dan nog over? Zo, de kern van... Meestal hou je dan eigenlijk nog een vraag over. En dan begint filosofie. Nog mooier. Amai, amai. Gaan we Prachtig. Kunnen wij niets aan bijbrengen? Er Onmogelijk. Vooral. Dank u wel. Dank u wel, oh, mooi, professor ja. de Vist.